welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een lege producten video. Ik weet niet welk deel dit is, maar het staat sowieso in de titel. Ik heb al een aantal van dit soort video's gemaakt en jullie vinden ze altijd leuk. Dus ik heb hier een heleboel beauty producten verzameld die ik helemaal heb opgemaakt. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik ervan vind. Of ik het aanraad of juist heel slecht vond. Het is niet alleen maar make-up, het zijn echt beauty producten. Dus make-up, skincare, haarproducten, echt gewoon van alles omtrent beauty. En dit zijn gewoon producten die ik helemaal heb opgemaakt. Ik maak niet heel vaak producten helemaal op, omdat ik best wel vaak afwissel. Dus als ik vaak iets opmaak, vind ik het of heel goed, of ik wilde het gewoon echt per se testen. Zoals met skincare moet ik vaak iets helemaal opmaken, of zeker vaker gebruiken om echt te weten wat ik ervan vond. Dus ik heb weer hier een aantal aanraders voor jullie, maar ik heb ook een aantal producten waarvan ik denk, was niet zo goed. Ik heb het opgemaakt, maar ik raad het niet per se aan. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know beneden in de reacties, want dan ga ik ze zeker vaker maken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik besef me net dat ik geen ringen heb aangedaan. Ben ik gewoon helemaal vergeten. Wat vinden we van mijn make-up look, jongens? Ik heb niet eens nep wimpers op. Dit zijn gewoon mijn eigen crappy wimpers. Ik dacht, ik ga gewoon vandaag voor een hele naturel make-up look. Dit is de clean make-up look. Maar ik heb wel nou een beetje extra aangebracht. Maar die video staat dan online op mijn kanaal. Is echt een hele naturel look. Wat heb ik op mijn lippen? Nabla lippot loodje in de kleur hashtag 5. En deze lipolie van Clarins in de kleur 01 Honey. Dit is wel de kleine versie. Normaal is die wat groter. Super, super fijne lipolie. Oké, jongens. Ik heb hier mijn bakje met echt een heleboel producten. En ja, laten we er gewoon snel aan gaan beginnen. Ik ga beginnen met een oogmake-up remover. Dit is de Ethos Cleansing Waterproof Eye Makeup Remover. Deze was helemaal nieuw voor mij. Ik zoek altijd goede betaalbare oogmake-up removers. Want ik ga hier echt doorheen als water. Ik gebruik ze elke dag, dus ik wil niet al te veel betalen. Ik had er ook gelijk 2 gehaald. Helemaal nog niet wetende of ik het goed ging vinden of niet. Maar ik hoopte gewoon van wel. En ik vind hem oprecht fijn. Hij is dus helemaal leeg, nog een klein beetje. Maar dat valt niet echt meer te gebruiken. Ik ben nou ook al begonnen aan de tweede. Ik vind hem fijner dan die van de Kruidvat. Dus ik ben hier heel blij mee. Haalt ook waterproof make-up er echt heel goed vanaf. En het haalt ook de wimperlijm er goed vanaf. En die gaat er niet altijd goed vanaf. Dus hier was ik echt best wel happy mee. Next up is deze L'Occitane Body Milk. Deze is helemaal leeg zoals je kunt zien. Ik had het gehad in een hele set in PR. Ik had ook een handcreme en ook een douche gel. Die heb ik ook helemaal opgemaakt. Deze vond ik best wel fijn. Het enige wat ik er niet fijn aan vond is dat hij best wel moeilijk uitsmeert. Mijn huid bleef best wel lang zo wittig. En ik moest best wel lang smeren. Dat vond ik niet fijn. Ik vond wel de geur heel erg fijn. En hij bleef ook lang zitten. Zou ik het opnieuw halen? Nee, niet per se. En dat is echt puur en alleen omdat ik het echt wat langer moest uitsmeren. En ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ik wil altijd gewoon snel klaar zijn. Dus ik wil gewoon een crème die snel intrekt. Dus ja, dat is de reden dat ik hem niet meer zou halen. Maar ik vond hem voor de rest wel heel fijn op de huid. En hij ruikt ook heel lekker. Next up zijn deze strips van Biore. Volgens mij helemaal leeg. Dit zijn van die neusstrips. Ik weet niet hoeveel van dit soort pakjes ik al op heb gemaakt. Maar ze zijn echt geweldig. Er is geen betere neusstrip dan deze. Ik heb er echt een heleboel gebruikt. En geen ene is zo goed als die van Biore. Je brengt het zo aan op je neus. Na een kwartier of zo haal je het eraf. En je neus is helemaal egaal. Je hebt helemaal geen mee-eters meer. Helemaal niks. Dus deze vind ik echt geweldig. Elke keer als ik voel dat mijn neus wat schraal wordt. En als ik wat zwarte mee-eters zie. Dan breng ik ze weer aan. En elke keer weer ben ik super tevreden als je hem eraf haalt. Je ziet gewoon in de strip alles zitten, alle viezigheid en zo. En je voelt ook gelijk op je neus dat het echt super egaal aanvoelt. Ik heb ook heel vaak, als ik het heel lang niet gebruik, dat mijn make-up op mijn neus ook gewoon niet meer goed blijft zitten. Nadat ik ze heb gebruikt, brengt mijn make-up op mijn neus ook weer gewoon helemaal goed aan. Dus deze zijn echt een aanrader gewoon te koop bij de Kruidvat, Ethos en ook niet al te duur. Dan heb ik hier van Shave Safe Shaving Gel. Ik had hem gehad in een goodiebox. Hij is helemaal leeg. Dit is dus gewoon een scheergel. Ik vond hem super duper fijn. Elke keer als ik me moest scheren, bracht ik het aan. En het beschermt je huid echt. Het voelde alsof er een soort van laag op mijn huid kwam. Waardoor mijn huid niet meer zo gevoelig of geïrriteerd raakte nadat ik me had geschoren. Dus ik vind hem super duper fijn. Maar ik vind eigenlijk basically elke scheergel schuim altijd gewoon wel fijn. Scheer nooit zonder iets van een gel of een schuim. Want je gaat echt je huid ermee beschadigen. Breng altijd zoiets aan. Hij is helemaal leeg. En ik was er echt heel blij mee. Next up is een shampoo voor de haren van L'Oréal de Elvive Extraordinary
Oil More Than Shampoo. Het gebeurt niet heel vaak dat ik iets helemaal opmaak en het echt super duper slecht vind. Deze shampoo is eigenlijk de reden dat ik nooit afga van mijn krullen shampoos. Ik dacht, laat me een keer gewoon iets anders proberen. Het zag er gewoon goed uit. Maar dit is echt de reden dat ik nooit iets anders gebruik dan mijn eigen krullen haarproducten. Deze is echt vreselijk. Ik heb hem helemaal opgemaakt omdat het een tijdje kost voordat je verschil gaat zien in je haar. Als jij een jeukerige hoofdhuid wilt, als jij droog haar wilt, als jij pluizig haar wilt, dan is dit echt de shampoo voor jou. Ik begon gewoon ineens helemaal een jeukerige hoofdhuid te krijgen, terwijl ik dat nooit heb. Mijn haar was droog en pluizig, terwijl ik gewoon elke week inga met een olie treatment. Ik begreep gewoon niet wat er aan de hand was. En toen kwam ik tot de realisatie dat het enige wat ik heb veranderd was deze shampoo. Nou gebruik ik ook weer gewoon mijn normale en ik heb helemaal geen jeuk meer. Haar is ook niet meer droog. Het kwam echt letterlijk door deze shampoo. Dus ik raad hem echt niemand aan. Wat je ook voor haar hebt. Krullen, stel haar, whatever. Deze is gewoon vreselijk. Echt die jeuk die ik ineens kreeg was echt super annoying. Echt een vreselijke shampoo. Next up is deze lip scrub van I Heart Revolution in de coconut versie. Ik had hiervoor de chocolade versie. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. Ik vond die van chocola echt amazing. Dit is echt een hele ruwe lip scrub en ik heb hele droge lippen. Dus ik wil altijd lekker heftig goed scrubben. En daar is hij echt ideaal voor. Echter vind ik de geur echt onmisselijk van te worden. Deze kokosnootgeur maakte mij echt misselijk. Dus ik vind wel heel fijn, maar ik ga echt weer terug naar de chocolade versie. Het potje is ook best wel groot. Ik heb hem wel gewoon ondanks de geur helemaal opgemaakt, want anders vond ik het zonde. Maar dit is echt een van de beste lip scrubs die ik ooit heb gebruikt. Ze zijn ook lekker betaalbaar, al waren ze duur. Dan vond ik ze nog steeds gewoon amazing. Dus dit zijn echt een van de beste lip scrubs. I love them. We gaan nog eventjes verder met I Heart Revolution. Dit is de hydrating spray van de Elf collectie. Helemaal opgemaakt. Ik had me eventjes gefocust op één spray om hem gewoon helemaal op te maken. Deze hydrateert je gezicht echt optimaal. Ik vind hem ook heel fijn. Naar mijn mening deed hij verder niet echt heel veel voor mijn make-up of zo. Maar echt, mijn gezicht werd echt super glowy. En ik vond hem gewoon wel fijn. Zou ik hem opnieuw halen? Niet per se. Want ik heb een aantal die echt gewoon veel beter zijn. Maar ik vond hem gewoon wel oké als je lekker een glowy face wilt. Dan ga ik verder met een dagcreme van Diadermine of zoiets. De Lift Plus een super filler creme. Deze heb ik ook helemaal opgemaakt. Is dus anti-aging. Moet je gezicht egaler maken. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo ervaarde. Ik vond hem wel heel fijn. Het is een hele fijne dikke crème. Het zat heel fijn op mijn gezicht. Maar ik gebruik nou ook een anti-aging crème. En hierbij zie ik echt dat mijn gezicht echt egaler wordt. Dus ik zie echt verschil. En dat had ik hier niet echt. Het is best wel een grote pot. En ik heb hem echt vaak gebruikt. Dit is ook, by the way, een nachtcrème. Niet een dagcrème. Dat was eventjes verkeerd. Maar ik ervaarde niet echt dat het echt veel deed voor mijn gezicht of zo. Nogmaals, ik vond hem wel heel fijn om hem gewoon aan te brengen. Maar ja, ik zag niet echt verschil of zo. Dus daarom raad ik me ook niet per se aan. Next up is nog een crème. En dit is wel echt een dagcrème van Ronsbol of zoiets. Ik had hem ook gehad in de goodie box. Ik vind hem niet zo fijn. Ik heb hem dus heel lang gebruikt. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. Ook hierbij zag ik niet echt dat het iets deed voor mijn gezicht. En ik vond ook helemaal niet dat het fijn aanbracht. Ik vond het veel te dik voor een dagcrème. En de make-up daarna bracht er ook niet echt heel fijn op aan. Ik had hem gewoon dus gehad in een box. Ik heb hem gewoon gebruikt, maar ik zou hem niet echt per se aanraden of zo. Iets wat ik wel aanraad is de Clear Lip Conditioner van Pussy Shop. Dit is dus gewoon een lipbalmpje-achtig iets voor de lippen. Super duper fijn. Het is heel fijn op de lippen. Het voelt aan als een soort van olie. Ik heb hem dus heel lang elke dag gebruikt voordat ik aan mijn video's begon. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. Lekker betaalbaar en super fijn op de lippen. Als je houdt van een soort van combinatie van een lip balm en een lipolie, dan is dit echt het product voor jou. En het smolt helemaal in de lippen. Ik vond hem echt heel erg fijn. Dan nog iets van Bougie Shop dat ik echt super fijn vond, is de gezichtscleanser. Hij is ook weer helemaal leeg. Super fijne gezichtscleanser, jongens. Je voelt gewoon helemaal dat je gezicht helemaal schoon wordt en het laat een vettig laagje achter. En dat vind ik heel fijn. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, is als ik mijn gezicht helemaal schoon maak en het helemaal zo droog achterblijft, helemaal zo een
trekkerig gevoel krijgt. Ik haat dat. En dat is meestal wel met de meer betaalbare cleansers. Deze niet. Deze gaat lang mee. Hij is betaalbaar. Het voelt fijn aan op je gezicht. Het laat je huid echt heel fris aanvoelen. Helemaal niet droog of wat dan ook. En het belangrijkste, het reinigt de huid echt super duper goed. En dat vind ik altijd heel belangrijk, want ik draag nogal wat make-up. Dus dit is ook echt een aanrader. En dan het laatste van Pushy Shop is dit lip masker. Deze deed ik heel vaak op in de nacht. Hij is ook weer helemaal leeg, zoals je kunt zien. Dit product raad ik niet per se aan. Het was oké. Ik heb hem ook gewoon helemaal opgemaakt. Maar ik heb betere lipmaskers gebruikt. Die ook gewoon goedkoop zijn en alles. En die echt veel fijner voelen op de lippen. Dat ik in de ochtend wakker word. En echt super fijne zachte lippen heb. En dat was hiermee niet per se het geval. Het was gewoon oké. Het was ook niet heel slecht. Maar gewoon omdat ik gewoon weet dat er echt veel meer betere opties zijn. Raad ik hem niet per se aan. Next up is een handscrub van Human Plus Kind. Dit product heb ik ook ontvangen in een goodiebox. Hij is helemaal leeg. Ik heb er best wel lang mee gedaan, want dat vond ik wel fijn. Dit is echt een super, super fijne handscrub. Ik heb hem dus echt helemaal opgemaakt. Ik gebruikte hem niet elke dag, want als je handen elke dag gaat scrubben, dan wordt het echt veel te droog. Dat raad ik ook echt niet aan. Maar ongeveer 2 keer in de week, 3 keer in de week, even zo een scrub snel. En mijn handen voelden zo zacht aan. Daarna bracht ik een handcreme aan. En de geur van de handcreme bleef dan ook echt veel beter zitten. Ik vond hem echt super fijn. I love it. Dus deze is echt een aanrader. Nou, het is ook tijd voor iets qua make-up wat ik heb opgemaakt. En dat is deze concealer van Mesauda. Ik heb hem in de kleur N40. En hij is echt helemaal leeg. Ik was echt op een missie om echt een aantal vooral make-up producten op te maken. Omdat ik die gewoon al nooit opmaak. Dus ik heb me hier echt op gericht en heel vaak gebruikt totdat hij opging. Het is een oké concealer. Hij is niet slecht. Hij is ook niet heel goed. Het heeft gewoon een natuurlijke dekking. Het is gewoon oké. Maar ik heb wel een heleboel betere concealers. Ik heb ook een heleboel slechtere. Dus ja, voor mij is het gewoon een moi. Heb ik echt per se iets van deze concealer moet je echt hebben? Niet per se, maar hij is gewoon oké. Next up ook qua make-up is de Anastasia poeder. Dit is echt een van de beste losse poeders ever. Zoals je kunt zien is hij helemaal leeg. En je hebt nog een aantal andere kleuren. Deze kost wel wat. Vooral als je gewoon de grote haalt. Hij is duur, maar dit is echt een van de fijnste poeders ever, jongens. Het voelt gewoon alsof je helemaal geen poeder hebt op je huid. Zo fijn is het. Het trekt helemaal in. Het is heel dun. Het is heel lichtgewicht. En het trekt echt in de huid. Ik heb heel vaak met de poeders dat ze echt zo op de huid gaan. Maar dat is hierbij echt niet het geval. I love it. Echt een van de beste poeders die ik ooit heb gebruikt. Next up van Clarins is de Exfoliating Cleanser. Dit is een scrub en een cleanser in één. Ik vind hem niet zo fijn als cleanser. Het maakt je gezicht niet echt super, super schoon. Dus je moet echt ingaan met een andere cleanser. En ik zou gewoon dit echt doen. Alleen maar als scrub daarna of zo. Daarvoor was hij oké. Ik moet zeggen, hij is best wel duur. En best wel klein. En zo goed is hij ook weer niet. Dus ja, voor die hoge prijs en alles. Zou ik hem niet per se aanraden. Gewoon echt niet. Van Kiko heb ik hier een Hair and Body Olie. Van de Charming Escape collectie. Deze is helemaal leeg. Zoals je kunt zien. De verpakking is echt top notch. Deze verpakking is zo luxe. I love dit. Helemaal opgemaakt. Ik doe elke week een hot oil treatment in mijn haar. Dan mix ik wat olie. En die doe ik dan zo helemaal in mijn haar. En ik heb gewoon dit product er ook gewoon heel tijd bij gedaan. Dit geeft echt een prachtig glans aan je haar. I love it. Ik word heel eventjes gebeld. Moment. Hallo? But I'm back. Het laatste product dat ik heb opgemaakt is deze Energy Serum van Catrice. Deze is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Ik vond hem best wel fijn. Ik had het eigenlijk niet verwacht van Catrice. Maar ik heb ook hun nachten dingen gebruikt. En dit is hun Energy versie voor overdag. Mijn huid ging er echt best wel gewoon goed op. Mijn huid zag er gewoon top uit. Dus ik vond hem echt best wel fijn. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren mijn lege producten van de afgelopen tijd. Ik ben heel blij. Benieuwd wat jullie ervan vonden. Let me know beneden in de reacties. Als er nou producten zijn waarvan jij denkt, Sarah, die is echt heel goed. Let me know, want dan ga ik die misschien ook halen en proberen. En dan laat ik jullie mijn mening weten. Als je meer van dit soort video's wilt zien en ze echt leuk vindt, laat het me ook weten. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!